Goedemorgen. Vandaag is de tweede dag in Kopenhagen. Daar heeft een t-shirt gedaan met Kopenhagen. En we gaan nu ontbijten, want we hebben eigenlijk echt honger. Ik heb dus een sandwich met zalm. Dat is van een gezond brood. En dan heb ik een soort brioche met chocolade. Oké, we zijn dus eigenlijk in een soort van winkelcentrum beland. En dan zometeen gaan we naar de Nieuwhaven. Dat is al de derde keer dat ik dat zeg op zondag. We gaan daar dus naartoe. Ik heb zelf een kooltrui gekocht, want ik had het veel te koud. We hebben nu een keikoole graffiti muur gevonden en zo een rat waar je aan kunt draaien. Ik weet niet waarvoor het dat dient. En je stoot mij net bekend aan ver. Hier. Kijk, cool. Spin it. Don't know where to go, spin the wheel and find out. Dat blijft draaien. Extra aanleg. We hebben de huisjes gevonden. Ja. Maar en duidelijk ook de toeristenbunch. Ja, get that selfie. We gaan nu naar Nuremberg. Ah ja, sorry. En we gaan daar naar zo'n plein. En Sarah moet daar echt een foto hebben. En je zult wel zien waarom. Stay tuned. Sarah aan het freaken, want ze zijn dus in de winkel. En zij hebben hier een niks counter. Bij ons is dit een niks store, maar die is altijd, alles is uitverkocht. En hier hebben die gewoon een hele fucking counter. Dus we're just gonna go crazy right now. We zijn dus nu naar een plek aan het zoeken. The mystery place. Na onze korte niks encounter. Dus ja, we gaan even zoeken. Wat is deze eigenlijk? Want hier is ook precies zo'n soort food market. Hier. Avond, alle dagen. Hier in Kopenhagen zijn dus een soort van foodballs. En we hebben die net zo toevallig ontdekt. Super grappig. En ja, je hebt hier allemaal verschillende kleine schattige kraampjes. En wij waren hier letterlijk gisteren al, maar we wisten niet dat dat hier was. Speciale plaats waar Sarah naartoe wou. Een steen! Sarah is gelukkig. We gaan nu naar de McDo voor een drankje en wifi. Iets voor het speciaal voor wifi. Oh my god, they're jamming. Ja, work it! Oké, dus hier zit een groep uit de... maar hoe zeggen we dat best in Nederland? Heb je dat niet verstaan? Een groep mensen? De USA. Die zijn vandaar en die waren echt zo zwaar, mensen aan het judgen. Dus wat deden wij? Wij begonnen ineens zo in dezelfde taal, zo keizel van oh my god. Gewoon. En nu zijn die zo super annoyed en die zijn zo echt zwaar aan het zwijgen nu. Maar dat kan ons geen reet schelen. Ja, ik zou zeggen... Wat zeg je nu weer? Ja, koekje van eigenlijk. Is hot zo'n biscuit? Wij zijn nu dus trapeze aan het drinken. En ja. Cool. We zitten nu op de metro en we hebben even zo een random. Random een metro te nemen en er is uit te stappen. Gewoon iets kiezen. Dan denk je aan natuurlijk. En
weet je, nu precies welke halve we gaan pakken. Afhankelijk van op welke tram we zitten, want dat weten we niet. Het is een revealing moment, zo. Uitzicht als we uitstappen. Echt zo nada. Dus we gaan eens zien wat er wel te vinden is. Ik heb ons gevonden. We zijn op avontuur. Ja, het is hier gewoon zo'n soort. Ik kan zelfs niet beschrijven wat dat is. Het is hier best wel gezellig, maar ik weet dus niet wat dat hier moet voorstellen. Oei! Conclusie is dat Bella Center geen succes was. Letterlijk het enige wat wij hier hebben ontdekt is schommels. Throwback. Ja, dat is echt. Dat was leuk, dat was leuk. Maar ja, nu ja, er is terug naar een bewoonde stad. Krijgt aandacht. Hier is zo'n fucking idiot die heel de tijd met zijn belletje zit te doen. En wij zijn er echt super hard door geïrriteerd. Ik heb echt zo zwaar met mijn ogen gerold naar hem. En dan begon hij nog meer te bellen. En nu heb ik hem even goed gefilmd. What's wrong? Like, do I have something on? Nee. Do I have something on from you? Celebration. Oké, we zitten nu in zo'n grote soort van. Hoe heet hij? Het is echt een meer set voor. En ja, we zijn nu even aan het chillen, want hier is toch wel echt een zetel. En ja, zelfs gaan we verder schepen. Oké, so we just bought. Ah nee. En we hebben net hotdogs gekocht. Omdat je hier kei veel van die kraampjes hebt met speciale hotdogs. Oké, dus we zaten net op een mengst van hotdogs op te eten. We hebben zo echt allemaal van die Kylie Jenner. Ik heb echt een slappe lach. Ja, work. Oh my god, that's beautiful. We gaan naar de 7-Eleven omdat wij nog een beetje snacks willen en een sipjes. We kwamen net voorbij een ice cream place en dat heet Paradies. En ik heb een balletje karamel. Salted caramel eigenlijk. Oké, ik ga er zo moeten likken, want ik kan niet met mijn lepeltje doen, echt. Oh my god, this is heaven. En hier ga ik denk ik mijn vlog afsluiten voor today. Ik hoop dat jullie het een toffe vlog vonden. En ik zie jullie morgen in mijn laatste vlog. Bye!